Dieke Telgekomp, gefeliciteerd, je bent Europees kampioen. Ja, dankjewel. We hebben er hard voor geknokt en het is ons gelukt. Had jij een maand geleden verwacht dat je deze gouden medaille om je nek zou hebben? Nee, ik had eigenlijk misschien vorige week nog niet eens gedacht dat we deze medaille zouden hebben. Het is allemaal, kijk, natuurlijk, het gaat gewoon om de wedstrijden, halffinale, finale en dan moet je er gewoon staan. En we hebben als team onze mindset getoond. Gewoon niet opgeven, volle bak voor elkaar gaan, hard verdedigen. En dan zie je dat je met deze gouden plak om je nek zit. Ja. Ja, mooie gouden plak. Waar komt die te hangen? Ja, geen idee, ik denk ergens op mijn kamer. Maar hij gaat een mooie plekje krijgen. Ik ben er mega trots op. Dus ja, dat komt helemaal goed. Wat voor bizar toernooi heb jij gedraaid. Ik heb je bijna iedere wedstrijd voor de camera gehad. Nu heb ik je weer. 11 interlands, 11 doelpunten. Waar ben je mee bezig? Het gaat lekker. En ik heb zeg maar, voor mijn gevoel het recept te pakken. Om zeg maar, zo gevaarlijk mogelijk te zijn. Dat is gewoon mijn doel voor de wedstrijd. Zo gevaarlijk mogelijk, hard verdedigen, goed deelnemen aan het team. En ik denk dat ik gewoon mezelf goed voorbereid op de wedstrijd. Om gewoon dat zo goed mogelijk uit te voeren. Dit was een bizarre wedstrijd. Hè? Dit is een wedstrijd die je misschien over een paar jaar zeker nog kan herinneren. Neem even mee in jouw wedstrijd. Zo, ja. Even denken hoor. Ja, van helemaal aan het begin natuurlijk. Ik was een beetje tam was het. In de warming-up. En ja, gewoon een beetje tam. En toen begonnen we ja, natuurlijk 1-0. Dan kom je de rust in. Dan zie je dat de wedstrijd een half uur vertraagd is. En ja, ik vind dat echt niks zo irritant als dat. Dan moet je dus gewoon een half uur wachten. Ik heb nog bijna een half dutje gedaan in de kleedkamer. Ik was helemaal klaar mee. Maar dan moet je jezelf toch weer opladen voor een soort tweede deel van de wedstrijd. Een soort nieuwe wedstrijd. Goed scherp beginnen. En ja, tweede helft snel nog een doelpunt gemaakt. En ja, dan komen ze terug. En dan een video weer lang. En dan, ja, het was een hele, hele lange wedstrijd. En ja, mega blij dat ik hier nu zo staan. Ja, wat is nou jouw grootste les geweest? Hè? Wat is het nou ding wat jij echt geleerd hebt de afgelopen tijd? Ja, ik ben sowieso een compleet rokje geworden. En ik denk dat ik gewoon heel gevaarlijk ben in de cirkel. En ik denk dat ik dat op meerdere manieren kan doen. En ja, dit maakt nou nog meer. Ja, dan heb je ook twee persoonlijke prijzen gepakt. Prijs voor topscore en prijs voor talent van het toernooi. Ja, daar durf je toch niet over te dromen, Dico? Nee, ik moet eerlijk zijn, ik had het niet per se verwacht. Ik was gewoon best wel relaxer ingegaan. Het gewoon een mindset zoals altijd. Ik ga er volle bak voor 100% elke wedstrijd. Om zo gevaarlijk mogelijk te zijn. En dan komen tot zo goede mogelijke kansen. En ja, ze gingen er dit toernooi goed in. En mega trots op. Ik heb er hard voor gewerkt. En ik sta nu hier verdiend met deze gouden plak. Ja, en die gouden plak, hè, als je die over een paar maanden nog een keertje pakt op de plek waar jij hem al hebt opgehangen. Wat is dan de eerste herinnering die bij jou naar boven komt? Zo'n goede vraag is dat. Ik denk toch de halve finale. Dat was echt gekhuis. ik word ook helemaal gek toen bij dat juichen en gewoon die hele wedstrijd opbouw. En heel spannend en veel mensen. Dus het was gewoon best wel een mooie ervaring. En ja, ik denk dat mijn eerste herinnering zal zijn. Ja, die halve finale, nu jij er toch zelf over begint. Was het nou Bollekant, Dico? Nou ja, nee, het was helemaal geen Bollekant. Maar die Van Doren die komt met zijn stick eronder. Dus ja, het is natuurlijk logisch dat mijn stick dan wat meer draait. Maar weet je, mensen baseren dit op één fragment. Maar iedereen mag zijn mening hebben, dat maakt het ook allemaal mooi. En ik heb mijn mening. Mijn mening was dat het niet Bollekant was. En sommige mensen denken er anders over. Het zal wel. Ja, dit was hem, het EK met het grote Oranje. Je hebt natuurlijk nog jong Oranje leeftijd. Dus wie weet ga je deze winter nog een WK met jong Oranje spelen? Ja, geen idee. Denk nu ook helemaal niet aan. Lekker genieten vandaag en dat is een zorg voor later. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Ja, heel veel. Maar ja, dat blijft lekker tussen ons. En wij gaan er wel een mooi feest van bouwen. Maak er geen zorgen over.